Onder grote belangstelling vond vrijdag 4 mei de dodenherdenking plaats in Tiel. Het gemeentebestuur van Tiel zal nu een krans leggen bij het monument van de krijger. Eveneens zal het gemeentebestuur een bloemstuk leggen bij het Indiëmonument. Door de veteranen Tiel en omgeving wordt een krans geplaatst. Dan is er nu gelegenheid om bloemen te leggen. Dames en heren, verzet staat in 2018 centraal in herdenkingen. Het gaat daarbij om verzet in de Tweede Wereldoorlog en om de inspiratie die het ons nu nog biedt. Verzet dient als voorbeeld, maar verzet is geen simpele keuze. Heldendom zoek je meestal niet, maar soms overkomt het je. In een oorlog vraagt het om onmogelijke keuzes, dilemma's van leven en dood. Wat zou jij doen? Terugkijkend lijken keuzes vanzelfsprekend, maar was dat toen ook zo? De Tielenaren die in verzet kwamen in de oorlog kunnen ons inspireren, moeten ons inspireren, om of dat nodig is tegen de stroom in te gaan. Zij kozen nooit de weg van de minste weerstand. Zij kozen altijd voor vrijheid. We moeten die verhalen blijven vertellen en overdragen. Dat is de waarde van herdenken. Na afloop vroegen we aan burgemeester Beenakker van Tiel hoe hij de herdenking dit jaar had beleefd. Ja, het was natuurlijk weer enorm druk en dat is wel indrukwekkend om te zien. Het lijkt alsof het elk jaar drukker wordt. Was natuurlijk ook fantastisch mooi weer. Die stille tocht is altijd, vind ik altijd bijzonder indrukwekkend na een korte plechtigheid in de kerk. En ja, wat bijzonder is dit jaar is dat we een nieuw monument, een krans hebben gelegd. Een monument wat onlangs onthuld is, waar 5
willekeurige Tielenaren als gijzelaar zijn gefusilleerd door de Duitsers in de oorlog. En dat is bij de ingang van de parkeergarage, de Westluidense Poort. Ja, dat is dan wel bijzonder dat een nieuw monument ook toegevoegd is in de Stille Tocht.